Deze nieuwsuitzending die gaat over Rajneesh. Dat is een Indiaanse leraar. En die heb ik leren kennen via mijn vader toen ik 18 was. En mijn vader had dat boek Geen Water, Geen Maan. Ja, ik vind het erg mooi. Ik begreep er toen helemaal niks van. Moet ik je ook erbij zeggen hoor. Ik denk van nou, dit is leuk pa. Jij hebt een boek waar ik helemaal niks van begrijp. En dat vind ik een prestatie van de auteur. Want zo dom was ik niet. Nou, 22 jaar later belandde ik bij de Katholieke Universiteit. Kreeg ik dus les in Schopenhauer en Nietzsche, Heidegger en alles. En toen ging ik dat werk van hem, niet per se Geen Water, Geen Maan hoor. Maar hij heeft nog veel meer geproduceerd. Hoor. Ging ik zijn werk opnieuw lezen. En toen dacht ik, wat krijgen we nou? Die man, die was op de hoogte. Die wist van Immanuel Kant. Die wist van Arthur Schopenhauer. Die wist van Friedrich Nietzsche. Die wist van Martin Heidegger. En de rest. Die man die lachte zichzelf helemaal kapot. En terecht. Dus het heeft mij 22 jaar gekost om te begrijpen waar deze absoluut lieve man het over had. Dus één ding waar ik met hem mee afhaak, dat is die open houding naar menselijke seksualiteit. Ja, aan de andere kant had hij misschien gelijk, maar ik heb daar nooit goede ervaringen mee gehad. Ik snap ook niet waarom het nodig is. Ik ben eigenlijk ook voor een open attitude. Ik zal het even voorlezen. Ja? En dan proberen om dit. Nou, ik ga nee, want ik weet dat mijn Engels niet zo geweldig is, maar gewoon recht voor je raap. Sri Rajneesh, born Chandra Mohan Jain, december 1931. 19 januari 1990, kijk, dat is ook wel mooi in Engels. Also known as Osho Acharya Rajneesh, or simply Rajneesh, was an Indian god-man and leader of the Rajneesh movement. During his lifetime, he was viewed as a controversial mystic guru. Guru, moet je eigenlijk zeggen. And spiritual teacher. In the 1960s, he traveled throughout India as a public speaker and was a vocal critic of, and here it comes, socialism and Mahatma Gandhi. Komen ze daar ook op terug, hè? And Hindu religious orthodoxy. Jezus Christus. Iemand? Hoe vergelijk hem? Ik zeg niet dat hij Jezus is. Ik wil geen christen. Daar hou ik niet van. Maar qua houding. Hij was dus tegen socialisme. Nou, wij weten inmiddels wel wat socialisme inhoudt. Hè? Vietnamoorlog en zo. Ja, helemaal leuke dingen van man, socialisme. Het verspreiden van de rijkdom heet dat. Ja, terwijl de pauze iedere keer als de rijkdom verspreid wordt, dan zegt de pauze, is mooi. Dus je geeft 100 aan Piet, want die is arm, dus dan krijg ik 10. Want ik heb tegen jou gezegd dat je 100 aan Piet moet geven, dus ik krijg 10. En zo is die pauze rijk geworden, man, met het socialisme. Nou, Mahatma Gandhi, dat is een uitermate vreemd persoon. Dat kan misschien, daar ga ik denk ik, die valt voor mij in de categorie Albert Einstein, Isaac Newton en heet die vent ook alweer? Die Darwin. Nou, hij ging dus in tegen dat Hindoestaanse religieuze orthodoxie. En in de tijd van Christus,
Hij heeft verre niet gedaan wat Christus gedaan heeft. Maar daar komen ze dadelijk mee voor terug. Maar hij ging in tegen die religieuze orthodoxie. Tegen het priesterschap. Hij zei, we hebben jullie een priester voor nodig. Dus zijn, dat vond ik eigenlijk best leuk. Wat hij dus gedaan heeft. Dat hij in Amsterdam, met name, daar had hij discotheken. Volgens mij wel twee. En dan mocht je gewoon, dan mocht je niet werken. Nee, ben jij gek. Dan ging je worshipen, noemde hij dat. Eerbiedigen of zo. Dus die mensen die daar allerlei. En dan werd gewoon alcohol geschonken, en gekke muziek gedraaid. En misschien mocht je er ook wel roken. En die mensen die daar dus in dienst waren, tussen aanhalingstekens. Ja, die kregen gewoon iedere dag te eten. En hij was echt een vegetariër of een veganist. Dus, maar je kreeg gewoon gezond voedsel. En bronwater. En voor de rest mocht je gewoon je bestaan prijzen. En dan maar als schoonmaker in zo'n danstent. Maar die waren heel bekend hoor, die tenten. En iedereen was te spreken over die fijne atmosfeer al daar. Ja, wat wil je? Het personeel dat leeft van water, noten en gedroogd fruit. Ja, daar krijg je een rein lichaam van. Hè? Nou, wat hij nog meer heeft gedaan, is dat hij advoceerde, dus hij vond het goed. En hij predikte, moet je zeggen. Hij predikte een meer open houding naar seksualiteit. Human sexuality staat hier, maar ik zou zeggen seksualiteit. Ik denk niet dat hij meer open was om seks te gaan hebben met een kip. Daar heb ik trouwens wel een essay over gelezen van een homoseksuele man die zijn grootste Big Bang moment had beleefd met een kip. Nou, dat het feit dat hij dus zei, doe niet zo moeilijk over seks, dat gaf hem het etiket seksgoeroe. Eerst in de Indiase, van in de pers van India, en later in de internationale pers. Alhoewel deze houding meer geaccepteerd werd met de tijd. Dit is precies het aspect wat ik niet eens ben met Osho. Maar daar zal ik even dan een kritiek op geven waarom ik dat vind. Voor nog geen 2 maanden geleden zat ik hier in mijn IKEA-bed met een vrouw. En wij zaten allebei in kleermakerszit. En we hadden blote voeten. En voor de rest had ik een t-shirt aan. En een joggingbroek. En zij had ook lekker makkelijk zittende kleding. Wij waren aan het praten. En zij had nog van tevoren tegen mij gezegd. Van als ik met je praat, heb ik het liefste dat ik je aankijk. Anders durf ik je niet te vertrouwen. Dat heb ik tegen haar gezegd. Van ja, daar gaat het niet om. Aimer, ce n'est pas regarder l'un l'autre. Mais c'est regarder dans une même direction. Liefde is niet dat je naar elkaar kijkt. Liefde is dat je dezelfde kant uitkijkt. Nou, daar ging ze mee akkoord. En we keken naar het beeldscherm van mijn computer. Met een leuk iets of zo. En toen gingen we weer praten. En al die tijd zat haar linkervoetzool
tegen mijn rechtervoet zo aan. Dat noem ik seks. En dat, daar moet je gewoon heel makkelijk in zijn. Maar geen hanky-panky. Ik was laatst bij een vriendin van mij en die had een barbecue georganiseerd. En toen ik binnenkwam, want ik zou als eerste komen om nog te helpen. Maar ik hoefde helemaal niet te helpen. Ik moest er gewoon zijn als een soort rustmoment. Dus ik lekker gekeken hoe die barbecue goed aanging. En zij heen en weer, boom, 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 boom. Hup, nieuwe schalen erbij. Nou, ze had toen al, ja... Ze was al een beetje tipsy. Nou, dat mag toch ook. Het was haar verjaardag. Kom op, man. Daar heb ik geen problemen mee. Ja, lekker doordrinken. En, ik aan de tequila. Want ik weet me namelijk te gedragen. Dus het maakt mij niet uit. En toen kwam mijn dochter kwam binnen. Want voor haar was die barbecue. En mijn dochter die wilde heel graag een glaasje gemeentepils. Kennen jullie dat? Gemeentepils. Het woord komt van pilsner. Dat is uit Tsjechië. Maar gemeentepils, dat komt hier gewoon uit de kraan. Dus mijn dochter lekker aan de gemeentepils. Haar vriend ook. Nou, toen kwam het barbecuevlees kwam op tafel. En, nou, ik had gelukkig nog tequila. Toen zijn we schaak gaan spelen. Nou, kortom, de avond was om 9 uur was iedereen knocked off. Want we waren om 4:30 begonnen. En zij was al met drinken begonnen om 2:30, denk ik. Dus dan was alle kinderen, er waren 5 kinderen, die waren de deur uit. En toen gingen wij nog even, ja, after party. En ze komt zo heerlijk tegen me aanhangen. Zo lekker mijn arm pakken, zo de hoofd op mijn schouder leggen. Dat was net alsof ik een natte pannenkoek of zo over mij heen had liggen. Heerlijk. Maar geen hanky-panky. Dat is voor kleine, domme kinderen. Nog een verhaal over seks. Ik heb een hele goede vriendin. Ze komt uit Limburg. En ze heeft gewerkt in de prostitutie. Ze is een heel lichamelijk iemand. Ze heeft ook gekickbokst. En ze heeft gewerkt bij Volvo in Born. In de tijd dat ik daar langs geweest moest zijn. Had ik een baas en die zei van, kan je dit? Dat heb ik tegen die baas gezegd, nee, dat kan ik niet. We hadden 16-bits computers. En ik even de ERP gaan doen van Volvo Born. Ik zei tegen mijn baas, nee, ik kan een hele hoop. Maar dit kan ik niet. Dat is geen doen. Ik moet dus weten hoeveel auto's daar per maand geproduceerd worden. En hoeveel onderdelen daarvoor nodig zijn. En dat moet allemaal in 16-bit. Nou, dan zit iedereen een 30 minuten per dag te wachten op de computer. En dat wordt mij niet in dank afgenomen. Maar in die tijd werkte ze daar. En zij, dat is jaren terug hoor. Ik heb haar trouwens voor een paar weken terug nog gezien. Het gaat allemaal heel goed met haar. En toen kwam ze bij mij. En ik had de portiek flat deur open gedaan. En mijn voordeur open laten staan. En ik was weer lekker op mijn bank gaan zitten. En toen hoorde ik haar de voordeur, ik hoorde haar aankomen lopen natuurlijk. En ze deed de voordeur dicht en ik riep, hallo. Nou, ze komt bij mij binnen. Ze ziet mij er gewoon lekker onderuit zitten op mijn bank. En ze ploft gewoon boven op me neer. En ze drukt haar Svadhisthana, dat is je tweede chakra. Kan je even verdiepen, niet je daarin moet hechten, niet gaan bidden voor je chakra's of zo, maar je hebt ze wel. Ze drukte haar tweede chakra gewoon tegen mijn tweede chakra. En gewoon de hele onderbuik tegen me aan. En zij heeft implantaten. Dus dat is eigenlijk wel jammer, maar goed. Die heeft ze dan wel. Maar toch blijft dat een borst. En alles tegen me aan. En ze de hoofd op mijn schouder. De armen om me heen. Alsof zij in een wilde oceaan zat. En mijn lichaam was gevuld met helium. En ik til haar daar zo uit omhoog, uit die wilde brei. Dus ze hing wel op mij,
Maar ze liet mij vrij. Ze liet me haar tillen. Dus ik til haar zo, terwijl ik helemaal niet beweeg. En ik heb al mijn kleren aan en zij ook. En toen zuchtte ze echt heel diep. Toen zei ze, oh, wat fijn om even niet alleen te zijn. Ik heb met haar heb ik ook nog wel safe sex gedaan. Ja. Ga mij niet zeggen dat het fornication was. Was op haar verzoek. En ik vind dat toch lief. Dus wat maakt het mij het uit? Of elkaar een voetenmassage geven of al die andere dingen. Ik vind het gewoon fijn dat ze bij mij is. Op dat moment. En ik wist dat ze nooit mijn vrouw zou kunnen zijn. Mag je zo iemand dan niet aanraken? Gewoon weg omdat het je vrouw niet kan zijn? Nou, ik zou niet weten waarom niet. En dat is mijn kritiek op Osho. Want hij heeft echt gewoon... Ja, gezegd van ga maar, doe het maar gewoon. Ja, dus in de ene sanyasin zit een gaatje en de andere sanyasin heeft een paaltje. Nou, what else is new? Doe het maar gewoon. Wat hij ermee bedoelde, overigens, was dat als je dat maar gewoon doet, dan krijg je die onthechting daarvan. En dan valt het van je weg. Dat bedoelde Osho. Osho was niet iemand die iets had van, ik begin wat die katholieken wel gedaan hebben, met die nonnenkloosters. Wat is het verschil tussen een hoerentent en een nonnenklooster? Nou, bij een nonnenklooster hebben ze dikkere stenen. En dan hoor je niemand krijzen. Maar dat was Osho niet. Daarin is hij denk ik wel een beetje gepakt. Ik kan me nog herinneren dat ik bij mijn oma was en hadden ze de Panorama. Dat was zo'n weekblad in die tijd. Altijd blote vrouwen erin en zo. Maar ook wel leuke artikelen over de Formule 1 races of iets interessants van wat er gebeurd was. Een soort alternative media van die tijd. Het sloeg echt nergens op. En ik weet nog dat ze dus een artikel hadden gepubliceerd over Osho. Dat moet dus in de jaren 70 zijn geweest. Ongeveer. En er stond een foto van een meisje in. En dat was echt op de middelste pagina. Met het nietje door haar navel. En dat meisje was helemaal ingepakt in plastic. En dat was natuurlijk omdat als iedereen met elkaar gaan lopen wippen, ja, wat gebeurt er dan qua schimmel? En in die seks waar ik het net over heb gehad, ja, daar krijg je geen schimmelinfectie van, hoor. Dat is gewoon niet denkbaar. Je raakt elkaar aan en dat is seks. En dat doe ik alleen met vrouwen. En daarom weet ik ook dat het seks is. En Osho was te wild, denk ik. Want wat is hem gebeurd? Kijk, wat is het hier? Kijk, man. Er komt dus... Ja, kijk. Hij is naar Amerika gegaan. Hier staat het, hè? In 1981 in 1981 ging hij naar de Verenigde Staten. In Wasco County. En dat werd genoemd Rajneesh Puram. Onmiddellijk. Vrijwel onmiddellijk.
kreeg deze beweging een conflict met de mensen die daar woonden en de state government, dat hebben we eerder met de regering. Er kwam een opeenvolging van legal battles, dus dat zijn juridische zaken, die gingen over de constructie van die ashram. Dat is dat huis dan, die verblijfplaats. En de ontwikkeling daarvan. Dus ze waren dus aan het bouwen geweest en ze gingen wat door met bouwen. Curtailed its success. Ja, dan moet ik weer een Engelstalige voor nodig hebben, wat die nou precies staat. Nou, dan krijg je in 1985 kwamen er onderzoeken van ernstige misdrijven. Onder andere een biologische terroristische aanval uitgevoerd vanuit zijn ding. En ze hadden een moordcomplot om de attorney, dus de officier van de officier van justitie van de Verenigde Staten, Charles H. Turner, te vermoorden. Ze hebben ze een plan voor gevonden. Reinees Osho zei dat zijn personal secretary, dat is dan zijn secretaresse, en die heet zo Ma Anand Sheila, en haar naaste aanhangers daarvoor verantwoordelijk waren. Daarna werd hij gedeporteerd van de Verenigde Staten in overeenstemming met iets wat niet interessant is. Na zijn deportatie waren er 21 landen die hem verboden om binnen te komen. En uiteindelijk keerde hij terug naar India en startte opnieuw de Pune Ashram op. Dat is een soort, het is geen klooster, het is gewoon vrije toegang, vrije uitgang. Hè? Gratis eten, gratis werken, je snapt het wel. Waar hij overleed in 1990. Nou, hier hebben ze een heel erg fijn stukje weggelaten. Iemand met een christelijke achtergrond, die vraagt zich onmiddellijk af bij dit soort profane wijsneuzen. Waren dat geen jezuïeten? Was Osho een jezuïet? Was hij van de verkeerde kant? De homo-kant? Ik denk van niet. Ik denk dat hij op een typische jezuïtische manier te grazen is genomen. Want in die dagen dat Osho in de krant stond, en waarom niet? Osho wist het voor elkaar te krijgen om tegen mensen te zeggen, kijk, hè, je bent een aanwezigheid, je moet je niet hechten, je moet niet zondigen, en seks mag je wel. En daarbij heb ik net mijn zegje gedaan, het gevaar van schimmel had hij misschien niet in de gaten. Hè? Je kan op zoveel manieren seks hebben. Hè? Dat gaf mensen hoop. Kan je het je voorstellen? Je hebt helemaal geen geld meer. Met je ouders heb je ruzie. Je broer begrijp je helemaal niet meer. En dan kom je daar binnen en iedereen zegt, hallo. Nou, dan moet je 2 uur per dag moet je ramen dweilen, vloeren, lappen. Dit was een grapje, hè? Ik ben niet dronken. En je moest wat doen. Het is nooit de hele dag, we maken het uit. Dankbaar zijn voor je bestaan.
En Osho at niks. Die at wat veganistische meuk. Hij dronk een beetje water. Dat was hem. Hoe verklaar je dan dat Osho, Bhagwan, zeg maar, hoe hij aan die Rolls Royces kwam? Nou, Osho heeft gezegd, die zijn mij gewoon geschonken. Oké. Door trouwe volgelingen. Ik ga eventjes een stapje maken. En daarvoor moeten jullie eigenlijk het boek Rulers of Evil gaan lezen. Dan snap je waar het vandaan komt. Sun Tzu. The Art of War. Sun Tzu heeft gezegd. Geef je vijand cadeaus. Je moet je vijand geven. Dat hij denkt dat jij zwak bent. Maar nou, geef je vijand. En dan pakken. En zo hebben ze dat gedaan met die Rolls Royces. Dat kan niet anders. Want hij had helemaal geen Rolls Royces nodig. Hij was gewoon een leraar, meer niet. En hij zei, mensen, pas een beetje op. Ook een gouden uitspraak van hem. Hè? Echt gold. In die tijd wist ik nog niet van mind control. Maar ik heb een geheugen. En toen las ik dat dus. Dat hij zei, je denkt dat je aanwezig bent, maar dat ben je samen met je mind. Jouw mind beïnvloedt jou. Niet eens elke dag. Nee, ben jij gek. Elke seconde. En dat is niet erg. Geef je mind gewoon wat ze wil. Dus jouw mind wil graag seks bijvoorbeeld. Ja. Ga het maar regelen. Zoek maar een sekspartner. En ik zou dan zeggen, zoek maar een partner waarmee je gewoon lekker allebei in je joggingpak ga je gewoon dansen. Dat is ook een vorm van seks. Ik ga nog stotteren. Maar ik, 2 dagen geleden met mijn Bosnische vriendin hebben we gedanst. En dan dans ik met een vrouw. En dan steek ik ook gewoon mijn ellebogen onder haar oksels. En dan til ik haar als het ware een klein beetje op. En daarna, we zijn gewoon één geheel. Maar dat doe ik met een jongen niet. Dat is gewoon een seksloze dans. Ja, of een jongensseksdans of zo. Ik heb zo'n vriend, hij heet Ron. Hij is van een dure familie. En dan een afvallige neef of zo. Maar wel een goud eerlijke kerel hoor. En een hele goede brommer. Maar die kan ook heerlijk dansen. En die doet dan lekker zo die onderkant. Net als in Beavis and Butthead. Dus als je wil leren dansen, hè, eerst naar Beavis and Butthead kijken. En die doet eerst de Beavis and Butthead dansen. Dat is echt heel makkelijk. Shake him hippies. Die low pakken. En dan ik er overheen als een vioolspeler. Maar dat zijn gewoon 2 mannen aan het dansen. En ik raak hem met geen vinger aan. En hij heeft ook zo'n hele bubbel om zich heen. Ja, dan blijf ik gewoon buiten. En hij ziet me wel vanuit zijn ooghoeken. Met een vrouw. Als je met een vrouw gaat dansen, dan moet je haar handen beet pakken. Of aanraken. Of echt dicht bij haar komen. Dat is seks. Dat is gewoon pure seks, man. En als je je goed bewust bent en je bent niet al te besopen. Of je hebt juist wel genoeg rum op. Niet mijn oordeel. Dan kan je dat voelen. Dat zal je nooit doen met een man. Het is gek als je dat met een man doet, eigenlijk. Want een man moet zelf kunnen dansen. Vrouwen hebben niet zo die meer die afwachtende houding. Dus moet je,
Take your baby by the hand. Ik kan het liedje opzetten, maar dan krijg ik een YouTube-ban. I take your baby by the hand. En is het maar de buurvrouw. En niet je eigen vrouw. Thuis wil zijn. Dus ik ben ook voor vrije seks en vrije liefde. Well, until go so far. En niet dat gefriemel in de achterkamer. Trouwens, eventjes om dat af te sluiten. Ik ga zo dadelijk door over waar Osho gepakt is. Hè? Maar over seks. Mijn vriend Ron, uit die dure familie, die afvallige neef of zo. En die heeft een vrouw en ik vind dat niet heel. Maar goed, zij heeft dan nog werk. En hij heeft een overeenkomstige uitkering of zo. Hij kan ook geen kant uit. Hij zei nog laatst tegen mij, dat was wel een paar jaar terug, want hij zeurt verder niet over haar. Dan zei hij van, ja, soms is ze vilijn. Maar anyway, ze kwamen uit die kroeg, waar ik dus ook heel vaak kom. Niet de enige kroeg waar ik kom, maar wel een van die kroegen. Die kroeg ging dicht en zij wonen dan in de buurt. Mijn vriend Ron en zijn niet zo lieve vriendin. Voor nog een laatste afzakkertje. Dat is een mooi Nederlands woord. Van nog even wat drinken. Nou, ze hadden nog bier in huis of wijn. Nou, dan kwamen ze de woning binnen. En toen zei zijn vriendin tegen hem. Van, zal ik je eventjes onze woning laten zien? Dus die gingen in de rondte lopen. En uiteindelijk gingen ze naar boven. En, dit is de keuken. Dit is echt leuk, hè? Nou, hij vond het boring. Dus hij had zijn computerspelletje opgestart. En een beetje racen of zo. Of dinges. Of warfare. Ellende. Hij heeft een hele goede koptelefoon. En dan kan hij ook precies horen. Hij vertelt van ja. Dan sta ik gewoon bij een muurtje te wachten. En dan hoor ik die ander aankomen lopen. Dus dan hoef ik alleen maar heel goed te luisteren. En op het juiste moment is het ratatatatatatat. En dat doet hij dan met vrienden samen. Zo. Weer een spel nou. Echt zo'n heel ouderwets spel. Dat is ook bij die tekenfilm. Nou, kom, laten we erover opbouwen. Maar goed, hij zit dus lekker te gamen. En hij is hier uitgegamed. En hij doet zijn koptelefoon af. En hij denkt, waar is mijn vriendin? Dus hij loopt de trap op naar boven. Nou, hij vond er gelijk. Dat die ene man die dus meegekomen was voor de gezelligheid voor een afzakkertje. Die stond zichzelf uit te kleden. En zijn vriendin was daar aanmerkelijk sneller in geweest. Want die had al haar kleren in één keer uitgedaan. En die lag er in de blote pips op de rug. Bereid om de knieën uit elkaar te doen. Nou, mijn vriend Ron, die vond dat niet goed. Dus die zei tegen die man die ze meegenomen hadden uit de kroeg, dat het tijd was om naar huis te gaan. Nou, die man in kwestie had zoiets van, hoe kom je daar nou bij? Daar ligt een vrouw op haar rug en ja, ik ben mijn kleren aan het uitdoen. Wat is het probleem? Nou, het volgende moment kreeg hij dus een klap op zijn bovenkaak en dat heeft hem tandartskosten opgeleverd. Maar hij zat toch al tegen de uitkering aan, dus dat wordt een vergoed via de overheid. Ik ben benieuwd wat hij nu. Ja, behoorlijke schade. En mijn vriend Ron, die kreeg. Taakstraf, dat was het ja. Hij moest konten gaan wassen in het bejaardentehuis of zo. Een stront van bejaarden, ja, wegvegen. Of zoiets, weet ik wel. Trapportieken schoonmaken die helemaal niet zo vies zijn. Iets van nutteloze meuk. Kijk, dat bedoelde Osram absoluut niet. Osram.
als jouw ashram. Dat gebeurde daar niet in die ashrams. Maar ik weet ook weer van een andere, van een vrouw, moet ik dat zo. Ingrid heet ze. Die heeft dat ook gedaan. En die dacht echt van, oké, daar ga ik er naartoe. En dan krijg ik me toch van Bill. En ze heeft mij gezegd van, nou, er viel reuze mee hoor. Je mag wel lekker vrije seks, maar ik vond er gewoon eigenlijk geen donder aan. Ja, precies. Dat zijn domme mensen geweest. Die dachten van, oh, ik ga bij de Osho. De hele dag gratis werken. En dan 's avonds gratis seks. En dan tussendoor gratis eten. Ja. Maar dat is hem niet helemaal. Dat is niet wat Osho bedoelde. Ik heb boeken van hem, ik heb een heel mooi boek van hem hier en dat heet Het Mosterdzaad. En dan wordt het interessant, hè? Want in die zin lijkt Osho op mij. Nee, dat moet ik wel zeggen. Ja, ik heb geen Rolls Royces. Ere wie ere toekomt. Maar ze hebben die Rolls Royces gegeven om hem in discrediet te brengen. Hè? En grote foto's in de panorama. Dat iedereen denkt van, gadverdamme, een seksguru, weg met hem. Moet je wel even begrijpen wat hij bedoelde. Osho heeft de fameuze uitspraak gedaan dat de stiltes die hij laat vallen, meer betekenis kunnen hebben dan de frasen die hij ratelt. Osho was er ook echt een ster in. Dat is echt een leuke Ik denk als ik bij Osho geweest was, dat ik met mijn kennis nu, hè. En dan moet ik eens denken aan toen ik 18 was. Dus moet je je voorstellen, Perry is 18 in die tijd. Toen leefde hij er nog. Dat ik naar hem toe was gegaan met mijn kennis van nu. Dan had ik gelijk gezegd, die Ma Anand Sheila. Something wrong. In the state of Denmark. Want dat hebben ze gedaan. Hè? Ze hebben hem dus eerst in discrediet gebracht. Door hem allemaal Rolls Royces te geven. Wat hij helemaal niet nodig had. Ja. Hij zei altijd, kijk, ik ben gewoon waar ik ben. Dat is Christus Jezus, hoor. Hij had een taak. Hij zei, ik ben het gewoon beu met het gezeik van die Hindoestaanse priesters en al dat gezeik over dit en dat. Dat was een soort Friedrich Nietzsche van India. Ik laat weer een stilte vallen, snap je? Een filosoof met een hamer geweest. En natuurlijk moet je niet met iedereen gaan lopen neuken. Maar ja. Het kan wel. Het gaat meestal fout. Nou, met hem ging het dus ook fout, want hij had die Ma Anand Sheila. En dit, ze hebben die cadeautjes gegeven. En toen kwam zijn reputatie wankel te staan. Hebben ze hem ook nog een paar keer voor gek gezet op tv. Dat ze hem gewoon uitgenodigd hebben op primetime. En dan mocht hij gewoon op primetime. In Australië is zo'n uitzending geweest. Hij zei alleen maar de waarheid, hoor. Er was verder niks mis mee. Alleen, het komt niet over. Het komt over als een debiel. Ik heb er ook last van. Alleen, ik kom over als een debiel gewoon hier in Arnhem in de Wezenstraat. Hè? In de straat van de mensen zonder ouders. En dat is dus niet zo erg. Maar hij kwam over als een debiel bij ongelooflijke aantallen mensen. En dat was nergens voor nodig. Want Osho, of Rinesh, of Bhagwan, hij was geen debiel.
Absoluut niet. Hij was een kundige. Hij was een respectvolle. En hij was iemand die gewoon kon zeggen van jongens, jullie hebben helemaal geen priester nodig. Luister maar naar mijn stiltes. Dan ben je er zo achter. En blijf met je tengels van de wijf af. Behalve natuurlijk dat andere ding. Maar dat heb ik voldoende uitgelegd, dacht ik. Of niet? Wees niet hebberig. Neem geen bezit. En het fijne is van hem, voor mij dus persoonlijk, is dat hij hele mooie besprekingen heeft gehouden over het mosterdzaad. En ook over de bergrede. Die legt hij heel mooi uit. Osho zegt in feite tegen ons, die Hindoestaanse eikeliteit, laat maar hangen. Socialisme, go dead. Als hij geweten had van de katholieke kerk, dat wist hij denk ik niet, anders was hij nooit zo dom geweest, om het hol van de leeuw binnen te lopen als de eerste beste Daniël. Dat ga ik vandaag vertellen. Had hij misschien niet moeten doen. Maar als hij geweten had van de katholieke kerk, had hij erover gefulmineerd, net als Maarten Luther. Erger dan nog. Ja, je kan van zo'n man niet alles verwachten. Hij wist van het dogma van zijn eigen omgeving. Want het Hindoestanisme, dat is al heel lang geleden overgenomen door de Jezuïeten. Of het is door hunzelf verzonnen. Ook dat nog. Want dat, eigenlijk vind ik ook de... weer uit mijn hart, hè. Maar de Mahabharata, het boek van de Hindoestanen, daar heb ik een film van gezien. Dat past op 3 dvd's. Dat kost je 6 uur. En dan ben je klaar. Dat is mijn eerste verdachtmaking. Dat ik denk van ja, van de Bijbel, alleen over Genesis 1 tot en met Genesis 7, kan je al een dvd maken van 4 uur. Om over... De Mahabharata is... Het lijkt dik. Ik ben er zo uit. En bij de Mahabharata... Het einde is dan... Dat de held... De protagonist... Die heet Arjuna. Dat is de boogschutter. Die heeft verloren. Al zijn vijanden zijn overleden. Dus dat is mooi. En zitten in de hemel. En Arjuna, die... Ja, die moet ook gaan sterven. En dan zeggen zijn vijanden vanuit de hemel... Kom maar boven. Jij bent zo'n goede vijand geweest. Jij mag ook in de hemel. En dan zegt Arjuna, of Partha heet hij ook wel. Dat is goed. Alleen, hier op aarde heb ik een vriend. En dat is een hond. Die neem ik mee. En toen ging het luik dicht. Ja, daar kan je even over nadenken of je dat leuk vindt. Ik heb liever het boek Openbaringen als einde, als toetje. En tussendoor allemaal die goede opmerkingen van Spreuken 15 vers 1. Bij deze, ik heb trouwens een vergissing gemaakt. Ik heb het Spreuken 15 vers 1 verwisseld met Romeinen 15 vers 1. Dat heeft niks met elkaar te maken. Het ging over Spreuken.
En Osho was een grote fan van de woorden van Christus Jezus. Alleen over het feit, zalig zijn de armen van geest, daar kon hij 3 kwartier lang over fantaseren. Vanuit een egoloosheid, een zelfverkozen egoloosheid. Want hij snapte van, ja, ik heb een mind, ik wil ook wel varkensbilletjes eten en konijnenvoetjes en brunettes mee op sjouw nemen. Daar onthield hij zich helemaal van. Interessante mannen. En heel mooi is ook voor hem over het mosterdzaad. Waarom dat noodzakelijk waar is. Goed begrijpen dat iemand als Bhagwan of Osho jullie hier is komen te vertellen dat dat wat Christus Jezus heeft gezegd, dat dat waar is. Naar zijn mening. Nou en? Ga jij er als christen bezwaar tegen maken? Je moet met je tengels van elkaar afblijven. En geen uitwisseling van lichaamsvloeistoffen. En voor de rest mag je sexy doen wat je wil. Shake your hippies. Je hips. Laat me zien hoe mooi je bent. De sexiness, dat is door elkaar gekomen. En het komt allemaal vanuit het kleine. En van de bergreden heeft hij dus die moeilijke uitspraak. Maar dat is persoonlijk voor mij, want ik ben geen bijbelleraar of zo. Je weet er wat van. Ik ben een bijbelstudent. Die ingewikkelde uitspraak van Christus Jezus. Zalig zijn de armen van geest. Nou, daar heeft Osho, naar mijn mening, ik weet niet meer precies hoe die in elkaar zitten, maar die kan er heel fijn over praten. Hij legt je ook geen mening op. Hij staat stil bij ieder aspect van elke letter. Elke volgorde van letters. Hij heeft Nietzsche begrepen. Hij heeft Schopenhauer begrepen. En dan nog Christus Jezus. Ja. Dat heeft hij gedaan. Nou, wat is er met hem gebeurd? Die Ma Anant Shila. Die heeft de boekhouding onder haar hoede gekregen. Dus zij had de bankpas en de pincode. Je snapt wel. Nou, ongetwijfeld hebben ze ervoor gezorgd dat er voldoende poen was. Want die mensen die tot Osho kwamen, ja, daar zat misschien wel een aristocraat tussen, maar enkele, de meeste niet. Dus waarschijnlijk hebben ze er zelf geld in lopen pompen, want het maakte hun natuurlijk niet uit hoeveel geld die organisatie had. Het ging er hun om dat meneer Reinees moest ophouden met te vertellen dat dat wat in het Nieuwe Testament staat, met name, dus dat wat het christendom predikt, dat daar de kern in zit. Nou, die vrouw hebben ze dus de boekhoudingen dinges. Want iedereen mocht zich aanmelden. Dus ja, kijk, die Jezuïeten hebben zich vertoond in kleding die helemaal gescheurd was en stonk. En, mag ik naar binnen? Jezuïeten doen anders. Alles. Natuurlijk zijn de Jezuïeten daar binnen gedrongen. Ze zijn gewoon smoesjes met dat meisje. Die Ma Anant Shila. En die is even doorgegaan met alle poen. Op een gegeven moment had je nog wel een ashram. Maar geen bankrekening account.
En toen hebben ze hem gearresteerd vanwege illegaal verblijf in Amerika. En toen hij eruit kwam, toen zei die jongens, daar ben ik weer. Alleen het eten wat ik gekregen heb, ik heb het idee dat daar iets in zat wat niet helemaal lekker was. Even kijken, want hij is een... ik leg er een report het. Ja, hij is gedeporteerd dus in 86 of zo. Dan. En 4 jaar later is hij overleden. Ze hebben hem gewoon vergiftigd. Hij moest zijn mond houden. Want hij sprak de waarheid. Hij sprak de waarheid. Hij sprak van een begrip, dat is de waarheid. Dus je aanwezigheid, dat je alles voelt. Die David Icke, die loopt een soort zeggen van, ja, we all human are a hyperdimensional computer. En wie heeft je report, je moet je afstemmen op wat je waarneemt. Nee. Je moet vooral niet naar David Icke luisteren, want die loopt alleen maar te zeuren over extraterrestrials. En een holle aarde. En dat de maan, die is door ons gemaakt. Dat is een heel erg verhaal van David Icke. En er wordt dus over gezegd, ja, het waren niet wij, maar de Marokkanen hebben de maan gemaakt. David Icke is helemaal gek. Oshani. Dat is een wijs iemand. Onderlegd iemand. En hier zegt hij ook het belang van meditatie, bewustzijn, liefde, vieren, moed, creativiteit en humor. Wil je het daar niet mee eens zijn? Waar staat hij nou? Ik wil hem even vergroten. Ja, nu zie je. Daar staat hij nou. Het belang van meditatie, bewustzijn, liefde, vieren, moed, creativiteit en humor. Ik kan het niet beter samenvatten hoor. Mag ik ze toelichten? Vast wel. Kijk, meditatie, dat noemen wij gebed. Met Jurk Liesman hebben wij Matthäus 6 gedaan. En een gebed, dat doe je niet samen met anderen. Niet nodig. Ik heb het wel gedaan, het is wel leuk als spelletje hoor, maar het helpt niet. Mediteren, dat is je gebed. Dat doe je helemaal alleen. En het liefste is dat je niemand je ziet. Nikola Tesla heeft er ook bij stilgestaan. Dat zelfs een plant in je aanwezigheid. En dus als je zit te bidden en een of andere plant naast je zit te groeien. Nee, niet doen. Want die Nikola Tesla, dit zijn niet mijn woorden, het zijn de woorden van Nikola Tesla. En de woorden natuurlijk van Matthäus 6, vers 1. Als je bidt, doe het alleen. Gordijnen dicht, blablabla, ga je, hè? Dan ga je tot gebed. En als je een hele goede vriend hebt, dan kan je samen gaan bidden. Dan moet je wel allebei even goede vrienden zijn. Samen tot gebed. Een man en een vrouw zouden dat samen kunnen doen. Dan moeten ze wel heel goed in harmonie zijn. Om even te zeggen, jij wil gaan bidden en je vrouw is een hoofd vol met spinnen en die heeft zoiets van, oh, laat ik me maar overgeven, want ja, een man wil bidden. Maar ze kan niet echt bidden, want ze heeft haar hoofd nog vol met spinnen.
Misschien moet je haar gewoon naar haar kamer sturen. En verordeneren. Ga wat leuks doen. Dat is ook het oplossing. Nee, het oplossing, dat niet. Het oplossingsgebeuren. Wauw, daar kom ik mooi van weg. Maar geef je vrouw je eigen kamer. Zodat je alleen kan mediteren. Bidden. Tot jezelf komen. In gesprek komen. Dat doen we via Christus Jezus natuurlijk. En daar heeft hij het ook over. Nou, de tweede is awareness. Dat is het woord van Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti. En van Martin Heidegger. Je bewustzijn. Da-zijn, zou je kunnen zeggen. Met Heidegger. Precies daar zijn waar je bent. Er is aan Jiddu Krishnamurti gevraagd. Wat is dat dan? Nou, zei hij. Ik kom deze kamer binnen en ik zie de kleur van de gordijnen ook. Ik zie alles in één keer. Ik ben hier. Awareness. Maakt niet uit waar je bent. Als zit je in een FEMA-kamp. Ik ben bij de Theosofen langs geweest. Dit wordt echt een drama. Moet je me ook maar even hebben. Bij de Theosofen langs geweest. Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer. Nee, ben jij gek. Maar net zo vaak tot ik dacht van oké, uitgeluisterd. Doei. En het enige wat het kostte was €2 bij de uitgang. En je mocht drinken tijdens de pauze. Ik stond daar en ik was klaar met mijn biertje. En je mocht roken in de kantine ook nog. Nou, mooi. Lekker smoken, een biertje roken. En ik ben er binnen. Het was nog niet begonnen. En die twee toezichthouders en die ene, die namen ook. Die ene heette Barend Voorham en die andere heette Flip Whisky. Dat alleen al, hè? Dat moet je geheim houden. Maar in ieder geval Barend Voorham en Flip Whisky, die stonden gewoon even weer op te pompen en elkaar moed in te spreken. Want er moest nog 3 kwartier gelul komen. En ving ik op, want ik stond er gewoon naast. Ze hadden zo'n beamer, je snapt het wel, zo'n overhead apparaat. Ik was gewoon een beetje tegen die muur aangeleund. En ik ving dus op waar ze het over hadden. En toen zei dus Barend Voorham, ja, of Flip Whisky, dat weet ik niet. Het was Flip Whisky die dat tegen Barend Voorham zei. Of het was Barend Voorham die dat tegen Flip Whisky zei. Maar hij wilde, dus de een wilde de ander moed in praten. En zei, ja, ook in Auschwitz. Daar zijn getuigenissen van opgetekend dat mensen daar genoten van het ochtendappel en het avondappel. Want 's morgens dan kwam de zon aan de rechterkant op. Iets was het dan? Dat appel dat was dus richting het noorden of zo. En dan 's avonds dan zakte de zon omlaag aan de linkerkant. En die mensen voelden zich compleet. Ja, dat je het weet. Awareness. Ja, die mensen waren zich bijzonder aware. Die dachten van, ja, ik zit in Auschwitz. Ik kan 's morgens de zon op zien komen. En dan ga ik de hele dag fucking hard werken. En dan 's avonds zie ik de zon weer ondergaan. En ze tellen ons allemaal. Ja, I am a saved motherfucking bitcher. Ja, dan kan je gewoon... Speltheoretisch mag je in de gaten hebben. Van, ja, ik word voorlopig nog niet vergast. Lekker humor, daar komen we nog op. Ja, daar ben ik erg slecht in hoor. Ik lach altijd alleen maar om mijn eigen grappen. En dan kan je het hier loven. Ah, dat is een heavy one.
Die is echt heavy. Dat is echt heavy. En liefde, dat is een optelsom. Dus één woord voor de optelsom van twee dingen. Zoiets als... Oh, dat is een hele mooie. Dat is de film Factotum. Duvelstoejager. Van het bestaan van Charles Bukowski. Op zijn Engels Bukowski. Dat was een Duitser. Ja, die heeft geschreven, jongen. Nou, er komt een scène in voor. Dat hij dus samen met zijn vrouw, ja, van dat moment. Hij was een schlubber. Een lowlife. En hij als lowlife, ja, ergens een kamertje en een hospita. En die hadden ze al heel lang niet betaald. En zachtjes de trap op. Want als ze merkt dat we thuis komen, dan zijn we er. Maar heel stilletjes naar boven. En kregen ze dus honger. Maar het enige wat er was, dat was water en meel. En hij zei: kom op, pannenkoeken bakken. En die mooie tekst die hij haar heeft laten zeggen. Hij was de auteur en hij was de hoofdpersoon. Chinaski. Henry Chinaski. En zij zei: baby, this gonna be some hard pancakes. Ja, dat denk ik ook. Als je alleen maar water hebt en meel. Oh, what's gonna be, boy? Gekookte meel. En wat mis je dan? Dan mis je olie. Dat kan je doen met pindaolie. Nou, liefde. Ja, zoals je, liefde is dan de pannenkoek. Hè? Die pannenkoek die komt van meel en olie. Liefde komt net zozeer. Op dezelfde essentiële wijze. Nu gebruik ik het woord essentially, correct. Verbinding op een metafysisch niveau. Zo heeft liefde twee bestanddelen nodig. En dat is tijd en aandacht. En tijd moet je nemen. Een goed recept is, stel je bent een vrouw, kom op. Jij wordt van twee glazen sherry, ben je al helemaal teut. Nou, 's morgens vroeg beginnen. Moet je kijken hoe snel je afvalt. Binnen no time heb je al dat vet eraf. Kijk, even. Nu draaf ik door, maar goed, uit liefde dan. Hè? Oh, ja, laten we het hier over. Nee, celebration. Ja, kom het volgende onderwerp. Celebrate. Huh? Kom op. Waar ik het nog niet over heb gehad. Rudolf Steiner. Daar weet ik ook het een en ander van. Hè? Ja, Rudolf Steiner heeft echt gewoon gezegd. Jongens, vier keer per jaar... Dat moet je vier keer per jaar doen. Ja, ik vind het een goede poging. Ik zou zeggen, elke dag. Ja, als je toch iets te vieren hebt. Stel je bent heel dik. Hè? Heb je zoiets van, ja, ik heb geoogst. Dus waarom ik werk? Hè? Mijn lichaam dik, man. Hop, lekker sherry erin. Ja, kijk maar wat er gebeurt. Afvallen ga je wel. Want van alcohol word je niet dik. Hè? Het is echt heel geinig. Want iedereen spreekt over een bierbuik. Maar het slaat helemaal nergens op.
vet op, die vet op één, ik ratel te snel, sorry. Maar als je lichaam vet maakt, heeft het daar koolhydraat voor nodig. Nou, het zit overal in. Een noot heeft ook een bepaalde hoeveelheid koolhydraat. En bruine bonen ook. Proteïne. Heb je verder? Nee, daar krijg je geen vet van. Nee, van proteïne niet, maar dat is wel lekker. Maar het is vooral de koolhydraten. Hè? Daar word je dikker van. Dat is een opslag van je lichaam. En dat betekent eigenlijk dat je heel erg rijk bent. Hè? Dus juist die dikke mensen, die mogen gewoon een glaasje heffen. En wat mij betreft, elke dag gewoon. Het allerbeste om van je ontbijt af te komen is gewoon een mutsje stroren. Ik weet het uit eerste hand. Hè? Iemand die is daar heel erg pinnig bij gebleven. Everyday celebrate. En dan soms met z'n allen, want dan vinden die vrouwen dan zo leuk. Ja, dan zien we elkaar weer eens. Ja, dat is alleen maar als die vrouwen voor het huis zorgen. Ja, als die vrouwen altijd maar thuis zitten, ja, dan moet je gewoon die vrouwen kunnen garanderen van meisje, je zit thuis, dat is allemaal heel vervelend. Maar 4 keer per jaar is het poe, toe, doe, toe, toe. Ah, dat vind ik niet meisje leuk. Ik ook wel. Ik vind het geen enkel probleem om 4 keer per jaar feest te gaan vieren. Ja, dus bij de winterzonnestilstand, zonnemeer. Dat is gewoon het winterzonnestilstand, feest, meer niet. Christus Jezus is geboren ergens in september. En dat is dat feest vieren we gewoon niet. Eind augustus of zo. Nou, we vieren wel de winterzonnestilstand. We vieren wel de equinox, de lente-equinox. Dat moet je gewoon vieren. Gewoon belangrijk voor de kinderen. Dan doe je iets met ballonnen of verzin maar wat geks. Clowntjes die goocheltrucjes doen. Nou, dan doe je de zomer zonder stilstand. De vrouwen hebben de mooiste jurk aan. En dan doe je de herfst equinox. En dan weten we allemaal dat we keihard down gaan. Buckle up. Dan zijn de vrouwen zijn dan gekleed in lange jassen. 21 september, ja, of het is een nazomer. Maar dan nog. Het is geen zomer meer. Het gaat hard omlaag. En dat vier je dan. En dat noemen wij 4 keer per jaar vieren. En dat komt van die man, van die Rudolf Steinau. Ik vind het een heel goed idee. Dat het officiële feestdagen worden die totaal religievrij zijn. Die alleen maar gebaseerd zijn op de werkelijkheid. De harde werkelijkheid. De objectieve werkelijkheid. En die vieren wij. Voor de kinderen, voor... Dan zie je tante Jo nog een keer. Je kan ook wel naar een begrafenisherdenking gaan. Zie je ook tante Jo nog een keer. Ja, ik kan ook gewoon 4 keer per jaar. Gewoon een party. Waarom niet? Hier in Nederland vieren we dan Koninginnedag. Dat mag van mij. Even best. We hebben ook nog... De Koninginnedag wordt dan weer... Die hebben ze... Gewoon Arnhem uitgedrukt trouwens. Oh, leuk is dat. Nou goed, die is dus zo goed als weg. Totaal niets meer aan. We vieren op 5 mei hier niet in Arnhem, maar wel in Wageningen. Dan heb je nog Pasen en Pinksteren, waarvan je altijd weer van tevoren, ja, tegenwoordig kan het dan gratis via internet. Dat je weet wanneer het is. Terwijl de winterzonnestilstand en de lente-equinox
En de zomerstonden stilstaan. En de herfstequinox. Vijf puistige jongetjes met een nachtkijker, dinges, telescoop. Die zetten zo sinus. Tegenwoordig hebben die jongens hebben ze gewoon een telescoop. En dan schuiven ze een iPad in en drukken ze op record. En is er een. En die iPad hoor je natuurlijk niet. Ik doe maar even. Maar dan gaat de elektriciteit stromen en dan. Total recording. Nou, maak je een grafiekje van. Klaar. Iedereen weet wanneer het feest is. En na 2 weken van tevoren moet je al op je kop gaan krabben van ik moet mijn vrouw en mijn kinderen meenemen naar het feest. Of ik moet mijn zwager helpen. Want die is net in Duitsland geweest. Dat is toch leuk? Moeten we echt doen hoor. Dat is ontzettend belangrijk voor ons. En in principe moet je iedere dag feest vieren natuurlijk. Iedere dag is een feest. Ja. En het is ook heel leuk om die... Bij feesten bijvoorbeeld, hè? Als je echt gaat celebreren, dat weet ik nog uit het... Ik praat een beetje snel, sorry. Dat weet ik nog uit de tijd dat ik als Amsterdammer in Groningen belandde. En daar was gewoon een strijd gaande tussen Vrijzen en Gunningers. Hè? Dus op die feesten, er werd van alles uitgeleefd. Dat is toch goed? En de politie moest altijd, die moest natuurlijk komen. Natuurlijk kwam de politie. En dan was weer Drachten was losgegaan op Wolfshedden of zo. En dat ging altijd om een meisje. Maar daar zijn die feesten toch voor. En dan kom je aan het volgende. Moed. Je moet gewoon het lef hebben om die ander voor zijn bek te slaan. Hé, hey, blijf met je tengels van mijn wijf af, man. Deze komt de vlag wedden en dat is van Gruningen en dat is niet van die Vrois. Ja. Come on! Ik heb ook dat... Oh, verschrikkelijk. In de tijd dat ik nachtdienst of avond, late avonddienst draaide. Dan was ik om 12 uur, 1 uur, 2 uur ongeveer was ik vrij. En dan liep ik naar huis. En dan zet ik mijn laptop in de hal. Staat hij veilig. En dan ik nog eventjes. Ja, ik heb gewerkt. Hè. Ja, en dan de stad in. En dan was ik lekker eentje wandelen. Dus in totaal 5 kilometer wandelen. Dus dan was ik bij die cafés, kroegen, downholes. Helle krochten. En ik dacht lekker naar binnen. En eentje ervan, die heette The Difference. En er was een uitsmijter daar. En dat was Oran Dilibas. Die heb ik nog de hand geschud en gezegd respect. Want ik weet dat hij ongelooflijk goed kan worstelen. Met jou wil ik geen herrie. Dus ik heb hem gewoon echt een echte hand gegeven en niet geknepen. Maar zo'n vrijmetselaars en dan op je hart. Dat hij begrijpt dat ik zijn vijand niet ben. Want daar hou ik niet van. Dat heb je toch niet nodig na zo'n hele nacht werken. Ja, een lekker dame, man. Ja, heel rustig. Hadden ze dus, iedereen was bruin. En bruin gekleed. Maar dat past ook bij elkaar. Hè? Dus helemaal niet Turken. Wat was. En allemaal bruin gekleed. Dus ja, je ziet het wel. Ik zat daar dus gewoon op planko. In mijn eentje. Maak mij dat. Ik stond er nog een keer op het toilet. Om te plassen. Dat doe ik meestal niet. Ik heb een enorm grote blaas. Maar het moest. Ja, het was ook wel. 4 uur 's nachts of zo. Alle 4. Er komt er een jongen naast me staan. Een bruine jongen. Bruine huid, bruine kleding. En die zegt. Wil je wit of bruin? En ik zat zo na te denken. En ik zeg. Bedoel je hash of coke? In dat geval doe me maar hash. Hash wil ik wel voor je afnemen. En hij zo, nee man. Het is allebei coke. Ik zei, oh. Ja, ik vind daar niks aan. Sorry.
volgende keer beter. Hij zo, geen probleem. Oké, mooi. Dus ik zeg, hey. Als ik één keer ga plassen, dan duurt het even. Hè. Dus hij weg, ik stond nog steeds uit te lekken. Er is nooit wat gebeurd. Hè. Wat er gebeurd is dat er iemand tegen me zei, en nu ga je dansen, klootzak. Er waren van die oudere mensen en die wilden ook wat te zien hebben en ik kan dansen. Ik ben een soort Elvis Presley van Arnhem of zo. Dat leek bedreigend, maar er kwam ook gelijk een heel goed liedje. Dat liedje ook daar, er was ook echt een liedje daar. En nu ga je dansen, klootzak. Dat liedje begreep ik in één keer. Dat is een heel goed dansliedje. Dan hoorde ik dus later van een vriend dat hij er ook was binnengegaan in die kroeg. En toen is zijn leren jasje aan stukken gesneden. En hij was erg ontsteld over die snee in zijn leren jas. Dus ik vraag aan die anonieme vriend, hoe kan dat dan? Nou, zei hij, ik deed helemaal niks. Ik maakte een praatje met dat meisje. En hij had een groepje vrienden bij zich. Hij dacht van, ik ben veilig, we zijn met z'n drieën. Ja, dan moet je vooral daar doen. Dom, 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 dom. Dat was mijn overleg. Ik heb als eerste gewoon netjes handje geschud met Oran Delibas, die in de panorama heeft gestaan. Van, met jou wil ik geen ruzie. En het meisje achter de bar, ja, allemaal lampjes erop en die had allemaal kleurtjes aan. En dat waren altijd hele lieve meisjes. Dan kwam ze later nog wel eens tegen op straat en dan zeg ik altijd hallo. Dag lief meisje. Ja, ik kom toch alleen maar langs voor een borreltje naar het werk. Dat nou. Maar praatjes gaan lopen maken met dames. Ja. Ik weet nog, ja, het is een kwestie van moed, maar het is niet creatief. Hè? Wat die man had moeten beseffen, dat die dames die daar komen, die werken allemaal in de industrie. Dat kan toch niet anders? Die meisjes zijn ook klaar met werken. En die worden meegenomen door een groepje van die loverboys. En dan ga jij een beetje aan dat meisje lopen friemelen. En hallo, zal ik jou wat te drinken aanbieden? Ja, 10% voor de pooieren. Creativiteit, hè? Wat is dat eigenlijk? Denk er eens even over na. Ik kan Genesis 1 vers 1 erbij pakken. In de beginnen schiep God de tijd, de hemel en de aarde. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Zo moet ik hem zeggen. Maar je hebt God. Je hebt het begin. Nee, je hebt God. God is het begin. Je hebt God, tijd, hemel, aarde. God is de creator. Verder in Genesis lees je dat wij, mensen, geschapen zijn naar zijn evenbeeld. Jij bent dus een creator. Je moet je tijd nemen. Je moet je idee bedenken. En je moet je idee realiseren.
tijd moet je pakken. Je idee. En realiseren. Dan ben jij een kind van God. En you believe me. Dan, iemand als mijn Leuvense vriend. Ik wil niet de hele tijd zijn naam noemen. Oh ja, zijn YouTube kanaal is Jokkeler66. Look him up. Mijn bijbelgelovende vriend. Hij is creatief. Wie heeft hem, heeft hij goed gedaan? Het is gewoon een persoonlijk oordeel. Dat slaat nergens op. Maar dat vind ik een vorm van creativiteit. Mijn kind vind ik dat ook. Die kan ook in bijna elke situatie is er weg. Hè? En als zij jou iets belooft, dan doet ze dat. Zij is creatief. Dat laatste over hebben is humor. Nou, zij is een beetje. Ze kan wel lachen. Dat wel. Het zijn altijd glimlachjes. Maar nooit dat ze. Ik heb haar één keer aan het lachen gekregen dat ze echt buikpijn kreeg van het lachen. En zij mij smeekte. Ik werd net gestoord door een collega. Belangrijke mededelingen. Moet je even stilhouden voor jullie. We hebben een secret plan. We gaan er wat van maken. Dit hier is nu te kijken in het venster van de vorige opname. Maar we waren hier. Wordt hier gezegd dat de lezingen van Reinees Osho Bhagwan een waarneembare impact hadden op het westerse nieuwe New Age, wat is dat? Nieuwe eeuw gedachten. And there popularity has increased markedly since his death. Echt slecht Engels. Als ik Osho geweest was en ik had nog kunnen schudden in mijn graf, dan had ik boem, 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 boem gedaan. De populariteit van zijn lezingen. Dat hij een meervoud. Bah. Ik vind Engels niet leuk. Bij de there denk je toch aan mensen. Maar goed, de Rainese teachings have made a notable impact. En de populariteit van zijn lezingen is toegenomen, opmerkelijk toegenomen na zijn dood. Dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon fucking leugen. Ik heb Osho gelezen in 1978 en toen was hij echt geweldig. En tegenwoordig ken ik niemand die ook maar iets weet van Osho. Dat is gewoon niet waar. Jullie weten nu wat van Osho.
Jullie weten nu dat hij een Christus eerder was. Wat ze hier over hem vertellen, ja, ik heb zijn boeken gelezen en ik heb hem niet over. Ik heb hem helemaal niks fout ontdekt. Hij is gewoon beetgepakt, afgemaakt, vergiftigd. Misschien had hij dan toch, net als ik, gewoon met zijn tengels van de wijf af moeten blijven. Maar ik ben hier niet om mijn broeder te veroordelen. Dat is mijn rol niet. Hey, dank jullie wel voor het uitluisteren van deze uitzending over Rijnees. Of Osho Rijnees. Oftewel Bhagwan. Die man die er zo uitziet. Dank jullie wel voor het respect wat je hebt voor deze man die respect heeft voor Christus Jezus. Dank jullie wel. En op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lievers.